Ja. Oh, hij bijt ook nog. Hij bijt echt. Kan je een dierenvriend herkennen? Heel moeilijk. Vooral hapjes voor de hond. Ja. En je hoort het geschreeuw en je hoort het gekrijs. Dat gaat bij mij net zo hard naar binnen als wanneer ik vrouwen en kinderen en mannen hoor krijzen. Dit is het gekrijs van een konijn dat pijn heeft. Om te knuffelen en om te eten. Onze dubbelzinnige liefde voor de dieren. Morgen de Hokjesman.